Altijd is de mens gekluisterd geweest aan de aarde. Maar altijd ook, van het begin der schepping af, waren er enkelen die droomden los te komen van de grond en de hemel te veroveren. Zij die zich het eerst van de grond verhieven en vlogen, waren mensen met durf en verbeeldingskracht. Mensen die volhielden tegen conventies, vooroordelen en verguizing in. Als God wilde dat de mens zou vliegen, had hij de mens wel vleugels gegeven. Een mens mag niet op de stoel van de Heere gaan zitten. Het is allemaal hoogmoed. Dat is de stem van de Hollandse nuchterheid. Het Calvinisme. Vliegen is hoogmoed. De vliegende Hollander is vervloekt. Loskomen van de grond is vragen om moeilijkheden. Wij blijven liever binnen, rond de eettafel. Niet te ver weg kijken. Leg dat ding weg. Waarom? Aan een kerstontbijt geen verrekijker. Weg dat ding. We houden beide benen, beide knieën op de grond. De hemel is voor de Heere die op ons nederziet. Ik zal mijn leven beteren. Ik zal niet meer klauwen en niet meer met mensen naar bed gaan. Ik wil dat alles weer is, wie vreugde, wie het wou. Natuurlijk heeft die platte polder zijn eigen poëzie. Maar het is een landschap voor een fiets, niet voor een vliegtuig. Een landschap dat uitnodigt tot strakke kaders, rechte einders. Mondriaan. Dat is gewoon een dag geweest. Oh. Een hele schone dag. Domme. Al lang alleen aan het weer had, hè? Ja. Hé? Ben heel lang alleen. Wie hier omhoog komt, gaat even snel weer naar beneden. Een sprong met de motor is hier het toppunt van bevrijding en rebellie. Door de camera los in de hand te nemen, wordt wat gerammeld aan normen en gewoonten. En krijgen films meer energie en dynamiek. Maar slechts zelden komen camera en kijker ook echt los van de grond. Even rustig. Ik doe wat ik wil, Daantje. Ik doe wat ik wil. In kinderfilms kan het wel. Maar zelfs als we naar Amerika gaan, het land van de droomfabriek, is voor een volwassen film een vliegende lift net een stap te ver. Is het dan toeval dat in Hollywood juist een Nederlandse regisseur van de lucht zelf de bad guy maakt? Toch moeten we om los te komen uit de klei de landsgrens over. Niet alleen omdat daar meer ruimte is, want zo'n drone zou je ook in Nederland kunnen huren. Maar omdat daar bij filmmakers kennelijk creatief meer ruimte ontstaat om de camera op gevoel en intuïtie te laten bewegen. Zodat je een fly in the air wordt, in plaats van de bescheiden fly on the wall.
Dus waarom zouden we dat niet ook in Nederland zelf kunnen doen? Dan moeten we alleen die fly in the air wel laten vliegen.